samen met een aantal andere leden van Ageus organiseren we elk jaar in juni op zondagochtend de Obbingrun. Het is eigenlijk een zomerloop van Ageus. Naast de cross in de winter hebben we de zomerloop, de Obbingrun. Met verschillende afstanden voor iedereen die mee wil doen. Arjan, het GKC dat is vandaag hier enorm bij betrokken. Op welke manier is dat gegaan? Ja, we zijn een aantal jaren al bezig zeg maar, contact te zoeken met GKC. GKC traint ook afgelopen maanden, zeg maar, trainen ze in plaats van de gymles, trainen ze op de baan. Maar we hebben nu een samenwerking zeg maar, met gymleraren. Jelle Bos en zijn dochter Lana, die een sportopleiding doet, hebben er een project van gemaakt. En in samen met leraren van de GKC, die ook enthousiast waren, hebben ze dat helemaal uitgewerkt. Zodat er een aantal, in ieder geval voor alle eerstejaars, zeg maar de Obbingrun zeg maar, een onderdeel is van hun gymlessen. Mm-hmm. Waarbij ze langzaam naartoe hebben gewerkt met een Coopertest en andere oefeningen. Om langzamerhand ze een beetje in conditie te krijgen, zodat ze als eind mee kunnen doen met de Obbingrun. Wij staan natuurlijk als docent bewegingsonderwijs voor veelzijdig bewegen, ook een stukje gezonde leefstijl. Maar wat wij ook heel gaaf vonden aan dit evenement is dat wij leerlingen dus kunnen laten kennismaken met zo'n groot sportevenement. De eindexamenklasse, dan hebben we sportoriëntatie, waarbij we ook wel bij verschillende sportverenigingen in Winterswijk langsgaan. Dus we gaan langs de tennisvereniging, we gaan ook bij het zwembad, we doen de brugklasses dan weer. Zo komen we wel bij verschillende sportverenigingen in Winterswijk. En zo proberen we inderdaad wel leerlingen enthousiast te maken voor verschillende sporten. En hopen dat ze iets vinden wat bij hun past. En dat ze daar verder mee kunnen. Jullie hebben zojuist hier de Obbingrun gelopen. Welke afstand heb jij gelopen? 1 kilometer. 1 kilometer. Ik ook 1. Okay. Hoe ging dat? Ja, ging wel goed. Makkie, hè? Ja. Ja. Nu gaan jullie het dus vaker doen. Ja. Ja. Had je nog specifiek getraind? We trainen gewoon normaal. Normaal trainen, oké. Okay. Wel op eigen niveau. Wat is je droom? Hè? Wat is je droom? Ja, Olympische Spelen. Ja. Ja? De brugklasses die zijn verplicht deelname, zeg maar. Daarin hebben we het echt in hun jaarprogramma meegenomen. En vanaf klas 2 tot en met 6, die mochten vrijwillig deelnemen. Dus daar liepen er ook een aantal vandaag bij mee. Dus dat is ook mooi om te zien. Je hebt zojuist hier de Obbingrun meegedaan. Yes. Welke afstand heb je gelopen? Ik heb de 5 kilometer gelopen. En hoe ging die? Ik was wel positief over de tijd. Het parcours is in vergelijking met voorgaande routes relatief makkelijk over de zandwegen. Dus ik kon goed doorlopen. Je kwam als wat voor binnen? Als winnaar kwam je binnen of? Ik ben bang dat ik als tweede binnenkwam. De eerste die was net een tikkeltje sneller, een seconde of 12. Was je heel veel achter de eerste? Had je nog even een eindsprint kunnen doen misschien? Rond kilometer 2 moest ik hem laten gaan. Toen had ik hem nog wel in het zicht, maar ik kon er niet meer bij komen. En heb je idee voor welke tijd dat je gelopen hebt? 17:32. 17 minuut 32. Ja. Ja, dat is snel. Ja. Ik ben op dit moment wat langere afstanden aan het trainen, maar ik merk dat dat wel helpt voor de korte afstand. En in de winter loop ik heel veel 5 kilometer wedstrijdjes. Ja. Je zegt lange afstand, wat voor lange afstanden moet ik daarbij bedenken? Tussen de 25 en de 30 kilometer. Echt? Ja. Oké, okay. Dat is dus echt meer een trail. Ja. Okay. Daar geniet ik van, is gewoon mijn hoofd leegmaken.
Thank you.